Goeiedag, het is weer een nieuwe Big Truck en ook weer een nieuwe column van mij en een nieuwe video. We gaan zo een trailer aanpikken, die is geladen voor Groningen. We gaan bouwmarkten bevoorraden en ik neem jullie weer een dagje mee. Zo, de eerste gelost. Ging lekker. Kun je met de pompwagen kun je ze zo achterop zetten. Wordt ze met de heftruck eruit gehaald. Dat is gewoon lekker makkelijk. Nu de volgende, die zit in het centrum van Groningen. Die heeft een kleinere winkel, maar dat is altijd wel een beetje kijken waar je de auto kwijt kan. Het is een smalle winkelstraat. De parkeerplaatsen daarvoor zijn meestal bezet. We gaan er mee maken. Gebeurt zo te zien. Allemaal politie in de straat. En dat is eigenlijk ook de plek waar ik moet lossen. Ja, jammer. Ja, ik moet bij de praxis zijn. Brand. Lekker dan. Heb ik weer, joh. Nou, eventjes kijken of we hier via hier kunnen lossen of zo. Maar dat wordt niks. Ik zet hem hier wel eventjes neer. Dan gaan we even kijken wat we kunnen doen. Alright, nou dat was even spannend. Er is hier brand. Hopelijk is iedereen oké. Maar goed, ik kan daar natuurlijk niet gaan staan met de vrachtwagen en de blokkeerde hele boel. Ik ga er ook niet lopen filmen of zo. Dat moet je niet willen. Het is alleen wel zo dat het eigenlijk pal voor die bouwmarkt gebeurd is. Dus. Het was even kijken hoe we gingen lossen. Gelukkig loopt hier een weg parallel. Dus daar kon ik gelukkig parkeren. En samen met het personeel hebben we de pallets naar de winkel gebracht. En zo geschiedde het. Alright. Het is hier nog wel behoorlijk druk. Ik ga eens even kijken of we hier de stad uit kunnen komen. Gaat wel lukken, denk ik.